bal onder Kaya. En draait de bal op het hoofd van Polek. En de goede redding van Logan Bailly in zijn 150ste match in de Jupiler Pro League. 8 minuten ver. Vrijschop Mohamedsoudi, bijna 13 minuten ver. In een evenwichtige startenwedstrijd. Met wat mogelijkheden aan beide kanten. Schot uit de tweede lijn nu van Evariste Ngolok. En Mannen dan moet lossen. Er zit gelukkig wel tempo in de wedstrijd, waardoor het zeker geen vervelende wedstrijd is. Hier is Van Goetem. Huisjes met de cross. En dan Ogunjimi met een goede kans nadat Gustowski die bal voor hem klaarlegde. Mesudi. Bruggetje bij Marinos en dan bal ingeleverd bij Ogunjimi. Kostowski in punt, het gaat naar Gerards. Hier zit wat in voor Oud-Everlee Leuven. Met daar de kans en het schot van Kenneth Van Goetem. Daar had hij meer kunnen mee doen. Een heel mooie aanval was het wel van Oud-Everlee Leuven. En misschien wel de best uitgespeelde kans tot dusver. Op 6,5 minuut van de pauze. De laatste man, Kenneth Van Goetem. Met een prima mogelijkheid. Maar zijn schot is van een mindere kwaliteit. Leuven tracht wat druk te zetten nu. Op de 16 meter van Sporting Charleroi. Mohamedsoudi. Buijsens, Mesudi. Dat is geen goed teruggelegde bal van Buijsens. En Mesudi laat het ook merken dat hij daar niet tevreden mee is. Wissel bij Oud-Everlee Leuven. Na 20 minuten in de tweede helft gaat Marvin Ogunjimi teleurgesteld naar de kant. Hij heeft het niet kunnen waarmaken. Niet echt veel ballen gekregen. Maar toch nog iets te ver verwijderd van zijn goede vorm van weleer. In zijn plaats komt publiekslieveling Björn Ruitings. En u weet wat dat soms kan geven. Ruimte bij Ruitings. Kostowski gaat. En op de flank is er ruimte bij Mesudi. Ruitings gaat zelf. Hier is Kostowski. En die gaat neer. En wat doet Goumini? Geen penalty. Rechts staan, zegt Serge Goumini. Tegen Jovan Kostowski. De bal van Björn Ruitings die het centrum verkoos. Daar Kostowski die wat te makkelijk neerging en de fout zelf te nadrukkelijk ging opzoeken. Golok, bal opzij voor Kenny Thompson. Leuven met de meeste drang naar voren. Hier de kans. Bijna Jovan Kostowski. De actie bij Thompson, bal iets te ver naar voren gestuurd, waardoor Kostowski net een teennagel tekort kwam. Marinos. David Pollet en daar is Rossini, maar ook Bailly. Nou, dit was toch een mogelijkheid voor de ingevallen Pino Rossini. En dat is gevaarlijk wat Gerard doet. En Rossini weet er geen raad mee. Wat een cadeautje. Maar Rossini weigert het open te maken. Ruitings en Serigioni die ook wacht. Björn Ruitings gaat hij het zelf doen. Ruitings met het schot op de paal. Bijna opnieuw matchwinnaar Björn Ruitings. Actie nog niet helemaal voorbij. Nu de overtreding. Hij gaat het publiek nog wat opjutten. Een hele match, amper een kans. En op 2 minuten van het einde toch alweer Björn Ruitings. Het scheelde weinig. De paal kaatst de bal terug in het veld. De toegevoegde tijd zit er nu helemaal op. 7 seconden zijn we al over. En Serge Goumini fluit de wedstrijd af. Veel te weinig kansen hebben we gezien. En dus eindigt deze de wedstrijd op 0-0.